Yo, what up beste kijkers van mijn kanaal. Vandaag heb ik niet een Let's Play part voor jullie, maar ga ik een kort item maken over de allernieuwste beta die je op het moment kan krijgen van de Ubisoft Games, de Steep Beta. Ik ben hier enorm gehyped voor, want ik ben echt zo'n typische speler die dit prachtig vindt. Ik kan gewoon enorm genieten van skate games, extreme sport games en daaronder dus ook snowboard games. Ik heb echt games als SSX en Shaun White Snowboarding helemaal kapot gespeeld op de PlayStation 3. Allebei de games platinum, talloze uren ingestopt, records verbroken, echt nachtenlang één fucking track gedaan om het toprecord te hebben. En dat is wat die sportgames voor mij betekenen. Ik kan eigenlijk niet wachten op deze full game, maar om eventjes een sneak peek te geven of wat die full game gaat worden, gaan we vandaag de Steep Closed Beta spelen. Op het moment dat jullie deze video kijken, is de beta nog steeds closed. Er komt een open beta aan en die zal waarschijnlijk volgend weekend plaatsvinden. Dus het is nu vrijdag, ik neem dit op vrijdag nacht op, zeg maar. Dit is echt het weekend van de closed beta. Volgende week, voor jullie kijkers dus, een open beta, mocht je de game willen spelen en geen code hebben. We gaan zo snel mogelijk beginnen. Ik hoop dat jullie zo'n item als deze kunnen waarderen. Ik moet Steep op mijn kanaal showen. Laten we snel in deze awesome extreme sports game duiken van Ubisoft. Let's go. Vind ik altijd cute om te zien, zo'n disclaimer die ze knallen in een beta. Dit is natuurlijk ook nog eens een closed beta. Het is echt de allereerste versie. Je hebt natuurlijk een alpha, een beta. Ik denk niet dat er een alpha is geweest van deze game. Dan is de game eigenlijk nog kleiner en slechter. Een beta is al wat meer af, begint al meer op het volledige product te lijken. Maar het is altijd grappig om zo'n disclaimer te zien waarin ze zeggen, yo, sommige functies kunnen gewoon niet werken. Misschien werken ze slecht, misschien werken ze totaal niet. Laat het ons weten, geef feedback op de game, wij passen het aan. Dat is waar die beta's officieel voor zijn. Ik denk dat tegenwoordig een beetje wordt vergeten wat een beta überhaupt is. Er wordt getest of de game het doet, of de servers het trekken. En alles wat jou opvalt, als je een glitch ontdekt, een bug, een totaal niet werkende functie of mechanic, geef dat door aan de uitgever, geef dat door aan de producer van de game. Maar dat wordt helemaal niet gedaan tegenwoordig, maar door een selecte groep, een kleine community zal hier de bugs gaan doorgeven. Maar dat is officieel wat beta's voor zijn. Heel veel mensen willen alleen een code om eventjes snel te voelen hoe de game speelt. Begrijpelijk, maar ze zijn er officieel niet voor. John here. Hear me loud and clear, partner? All right. I'll be straight up. I've seen what you can do, and I'm impressed. But my job is to push you as hard as I can to really see what you're capable of. So let's just start with a little wingsuit jump warm-up, just like we talked about. The exit point's not far from here, so make your way over there. Oh, wat is het lekker. Ik had het er met een sub over op Twitter en die vroeg al, yo dude, heb je een Steep Beta code? Ik zei ja, ik heb hem al en uiteindelijk raakten we in gesprek over de game. Ik kan die stijl zo enorm waarderen. Het plaatje van deze applicatie alleen al is zo'n fucking mooi symbool. En al die kleine dingetjes, zoals your objective, die symbolen die erin staan, het komt zo stijlvol over. Ik hou er echt van. Mijn vriendin is op het moment ook aan het spelen. Voor de mensen die haar kennen, Julia.
Zij is ook op het spelen op dit moment. En ging bijvoorbeeld net level up. Ze werd rank 2. Het ziet er zo stijlvol uit. Echt een typische snowboard game. En I love it. Wat ik mooi vind om te zien is dat ook je character, zoals we hier dan rondlopen op de piste, heeft natuurlijk een snowboardbroek aan. Hij heeft bepaalde boots aan. Hij heeft een snowboard op zijn rug. Alles zal je kunnen customizen in de loop van de game. Ik weet niet of het in de beta al kan. Zeker omdat het een closed beta is. Maar wie weet, kan je binnenkort helemaal je boots aanpassen, je kleurinstelling. Speel je de meest zieke boards ever vrij. Oh shit, check die hoogte even. Oh, man, het ziet er zo vet uit. Met R1 kan je sportswheel pakken, oftewel je kan dan bepalen of je gaat switchen tussen je snowboard of je skis, je wingsuit of je parachute. Voor het geval dat je denkt, yo Denno, wat weet je al veel van de game? Ik heb net al met mijn vriendin mee zitten kijken en ik zag al dat zij dit paneeltje erbij pakte, zeg maar. We moeten de wingsuit pakken. Remember, you can throw your squirrel suit on anytime, anywhere. All you need is a spot that looks prime for a good jump. Ja, dat is dus zo mooi om te horen, zeg maar. Het wordt al uitgelegd, een beetje de main besturing. Zo van met je linkerstuurknopje doe je dit, de rechter doe je dat, bla bla bla. Maar het mooie is dat je dus met driehoekje ingedrukt houden. Als je hier een fout maakt, je houdt driehoekje ingedrukt, je komt gewoon weer op dit punt uit. En stel ik lig daar beneden, op mijn bek gepleurd. Dan kan ik gewoon de mountain view pakken en hier ook weer terug naartoe gaan. En hoor nou, mijn lievelings, een van mijn lievelingsartiesten op de achtergrond, Blackmail. Fuck it dat het copyright krijgt, maar dit is gewoon de ervaring die je moet krijgen van Steep. Laten we gaan. Oh man. Slick moves. You really didn't hold back up there. Now yank your chute and aim for that area we scouted earlier. We're diving straight into a snowboarding session. I want to see how quickly you can move between disciplines, which is something you'll be doing a lot of. Oh, dat is echt die dubstep gewoon Blackmail op de achtergrond. Ik landde net buiten, omdat de game eigenlijk net wat te laat uitlegde dat ik L2 en R2 tegelijk moest doen. Hold to select your snowboard. Let's see what you got. Oh, ik kan Black Millie hoor. Zo'n ondergewaardeerde artiest. Ik vind het zo vet dat ze dan... Ik heb de laatste tijd zeg maar zoveel geklaagd op Ubisoft. Ik vond het echt walgelijk, de manier hoe ze produceerden. Ze geen liefde gaven aan games. Het er maar uit knalde omdat het toch wel werd gekocht, weet je wel. Je hoorde mij alleen maar rage over Ubi. En dat ze dan nu zo'n toffe snowboard game maken. Durven als bedrijf weer een snowboard game te maken. Want welk bedrijf doet dat nou nog tegenwoordig? En dat ze dat dan gewoon doen, en zo stijlvol, en dat dan de eerste artiest die je hoort is Blackmail. Een totaal ondergewaardeerde artiest, die dan gewoon nu in een full game zit, wat miljoenen mensen gaan spelen. Dat vind ik vet. Oh.
Ja, het is heerlijk om jullie die first look te geven op deze game. Smooth as butter. Now let's swing by base camp. Take a look at your map. It's next to a peak called Tête du Donné. Shouldn't be too hard to find. Base camps are essential out here. Use them to explore surrounding areas and discover new lines. Oké, we kunnen dus precies onze lijn zien die we net hebben afgelegd. Zijn ergens daarboven gestart. En zijn met de wingsuit naar beneden gevlogen. Ik weet niet precies waar. Misschien zijn we hier gestart ergens, maar we zijn met wingsuit daarna snowboarden. Het was in ieder geval gruwelijk. We staan daar nu in het dal. En we moeten nu naar Basecamp. Laten we gaan. Start hier. Welkom to Basecamp. I chose here because it's one of the most central peaks in the RV. Just take a look around and you'll see what I mean. From here, you can go anywhere you want. But we do need to expand out to other locations to open up some new lines. I scouted a few areas earlier we should go see. Oh shit! Trick system niet eens uitgelegd. En we doen al dikke tricks hier naar beneden. Oh shit! Ja, dat zit er ook in natuurlijk. De crashes. Ik wil er even een switch maken naar een andere voet voor. Alleen er staat een gebouw voor, hè. Let's go check out the other place I scouted. KO, recht met zijn face in de sneeuw. Laten we terug aan de basecamp. En hij wil nu dat we naar de andere plek gaan. Let's go. En als je bijvoorbeeld hier stopt, hè. Ik ben een enorme snowboard fan. Ik hou van... Wow, zag dat. Het poedersneeuw maakte balletjes. De balletjes rolden naar beneden. En je zag een spoor van balletjes dat een steeds groter balletje werd. Oog voor detail, hoor. Nice. Dat ben ik niet gewend van Ubisoft. Maar ik ben een enorme snowboard fan. Maar we gaan toch eventjes, om even te laten zien in het begin van de game, eventjes skiën. Jammer, jammer, jammer. Oh, jammer zeg. Die was wel echt mooi. Voor het geval dat jullie denken, hé, er is een beetje in geknipt. Ik laat gewoon wat toffe clips zien van hoe ik tot nu toe door de tutorial van de game heen ga. Een double grab met skis is ook echt sick hoor. Oh, net niet. Zonde. Ah, ook al ging ik op mijn bek. Die character vindt het awesome. Dat was ook echt een sikke trick. Als hij was gelukt. Oké, look around and spot potential drop zone. I'll take a look around. See if I can't find it that way. Oké, eventjes lopen. We moeten de binoculars erbij pakken. En een potential drop zone selecteren. Dat is dus denk ik daar. Looks like an ideal drop zone. Make your way over so we can take a better look. The abilities there are over there.
Ja, super cool. En dan pak je dus, je hebt met de binoculars het gespot. Dan pak je de mountain view. En dan kan ik mijn nieuw gespotte plek gaan pakken. Zojuist ontdekt. Ja, het werkt echt heel nice, man. Ik moet ook even linksbovenin laten zien. Kijk, dit is dan de mountain view die we in deze closed beta hebben tot nu toe. Vrij veel moet ik zeggen. Ik ben rank 1, zien jullie rechtsbovenin. Huidige objective is first ride together. We moeten nu starten bij mijn net nieuwe drop zone. Zojuist zelf unlocked, zelf ontdekt met de verrekijker. En linksbovenin zien jullie wat deze closed beta tot nu toe te bieden heeft. 4 van de 16 drop zones, 4 van de 23 challenges en 0 van de 19 points of interest in deze closed beta. This is it. There's a whole bunch of lines here that are home to amazing feats from other riders. So if you want to leave your mark, you need to hit them and hit them hard too. Out here, it's all about showing off your skills and trying to better those that came before you. So always be on the lookout. Ready? Let's do it. Oké, jongens, ik vergeef ze de frame drops. Het is een closed beta op een oude PS4 system. PS Pro komt uit. Games worden steeds zwaarder, steeds groter, steeds grafisch krachtiger. Steeds meer power hebben ze ook nodig. Steeds meer horsepower vanuit het apparaat zelf. En de PS4 sim wordt verouderd. Dus die paar frames drops die we merken in een closed beta vergeef ik ze voor nu wel. Let's go, laten we genieten. De Dexterity Drift. Oh, ik moet al meteen met ze samenrijden. Hey, opnieuw hoor. Ik ging stoppen voor ze, maar ik moest gewoon langs ze. En ik moet wel langs de checkpoints, duidelijk. Oké, Dexterity Drift. Het is een freeride race. Ik hoef helemaal niet langs checkpoints, of wel? Ja, jawel. Oké. Zo, deze guy is sick snel. Zie je, hij pakt die snelste routes, logisch. Die heb je ook nodig als je voor pure speed gaat. Maar ik kan hem vast nog wel pakken. Het is waarschijnlijk de bedoeling dat hij ook voor ligt bij zo'n... Zo'n AI-bestuurde snowboarder. Hij moet voorliggen zodat je een beetje tegen hem race, weet je? Want ik begin hem nu al in te halen. Go, go, go. Zet die snelste tijd niet makker. Gold medal won, baby! Excellent stuff. That ride was all about showcasing your free ride skills and showing me just how fluidly you can navigate the lines out here. And you nailed it. Even het een ander test hoor. Wat de stuurknuppeltjes doen ben ik nu aan het testen. Oké, we moeten nu gaan vliegen. Het is een nieuw event. En je ziet dus, als je 1300 punten haalt hier, krijg je en 500 XP. En je speelt een nieuwe wingsuit vrij. Een gele wingsuit staat er. Laten we erheen gaan. Play this challenge. We gaan met een wingsuit challenge gaan we doen. En let's go. KO, bam. Dit is precies wat ik bedoel. Die stijl van de game is super nice. Het voelt als een snowboard game, maar dat is cool. En dat is namelijk precies de bedoeling wat een snowboard game moet zijn. Logisch, maar sommige uitgevers snappen dat niet helemaal. Ik heb zat snowboard games gespeeld de afgelopen tijd en in ieder geval beelden gezien van games. Niet echt gespeeld, maar die er gewoon echt niet uitzagen.
Oké, ik probeer een bepaalde stijl te pakken. Niet dat het werkt tot nu toe, maar om laag bij de grond te blijven. Ik moet even kijken hoe ik mijn meeste snelheid kan pakken. Natuurlijk kan ik veel air pakken en dan naar beneden droppen. Oh, zie je? Kwestietje van wennen, maar ik had er al een betere gevoel nu bij. En drop down. Werkt awesome, het speelt prima, maar ik moet hier wel eerst te liggen en het is een beetje lastig om dat vast te houden. Waarschijnlijk ligt hij voor. Hij is boven me nu, hij pakt meer airtime. Of heb ik hem wel? Ik landde te laat. Ik deed er een dom sprongetje bij. Alright. There's more spots just like the ones you took on in the area, but to find those lines, we need to search for the best possible location so we can reach them. Ik merk, ik heb iets nieuws vrijgespeeld en ik ga kijken hoe ik dat ook nu kan vrijspelen. Language en subtitles, dit staat goed. Hey, ik heb bepaalde knopjes waarmee ik geluiden kan maken. Ik weet niet wat ik deed. Kruisy! Let's roll the mountains. Yes, let's roll the mountains, baby. Oké, volgens de game moeten we hierheen via Mountain View. Als we daar starten hebben we waarschijnlijk weer een nieuwe challenge. Ik ga hem ook zeker weten voor jullie doen. Want ik was even op zoek. Ja, naar hoe ik mijn karakter kan aanpassen. Ik denk niet dat dat gaat lukken vanaf hier. En misschien kan het ook wel niet in de closed beta. Laten we in ieder geval naar dit plekje gaan. See it yet? Use your binoculars to look for it. They're perfect for spotting new lines, so be sure to use them out here. There's a snow park around here. It's the perfect place to showcase those trick skills of yours. Oh, and there's an amazing paragliding line you'll need to navigate. A few riders have been telling me to check it out for a while now, so I worked it into the warm-up. Go ahead and take a crack at them. Fucking awesome. Vanaf de binoculars start ik nu gewoon hier. En ik heb verschillende dingen te doen volgens mij. Hier zijn verschillende challenges. Cross country flying. Ik heb het idee dat dat dan die paraglide is. En wat is dit? Dit is boarden gewoon. Oh, het is punten halen. Snowpark. Awesome, laten we erheen gaan. Duidelijk taalgame. Drone gaat de lucht in. Crazy ride. Let's go. Benieuwd.
Oh, wat een heerlijke trick. In één keer gold, maar ik moet echt werken aan mijn sketchy landings of shit. Mijn eerste is goud, maar dit was niet goed, zeg maar. Wat was dat? Wat deed ik? Maar ik moet hem op tijd loslaten. Ik moet hem tijdig loslaten. Come on. Recordje verbreek. Oké, ik heb hem al verbroken, maar hij was zo slecht, jongens. Hij was zo slecht. Dit was een slechte run van me. Balen. Kill this baby! Come on, yeah! Keep pushing things to the next level. Fucking sick, jongens. Dit is gruwelijk. Nou, recordje gemasterd. Volgende challenge. Go! Butterfly. Hij is easy. Wel vet om te zien hoe hij hem zo in de wind houdt en dan die sprong maakt naar de challenge toe. Ja, ze hebben echt een oogje voor realisme, die mannen. Hier begint hij pas. Hallo, ik wil graag naar beneden. De wind van die pieken die heeft echt veel invloed. Best wel ziek om te zien hoor, dat er zoveel invloed is van windvlagen die gewoon vanaf een piek komen en bam, krijgen een stoot. That's what I call a good that rap of yours is already starting to grow. Few athletes out here have been talking about how good you are at mixing things up between ground and air sports. Excellent. I'll be honest, there was a little more to this warm-up than I originally let on. It was designed so the organizers could see exactly what I saw when you asked me to help you out. They were impressed and want you to take part. See? Your rep's already opening doors for you. The more it grows, the more access to events like this one you'll have. So let's get over there and not pass up this big chance for you to shine. Dit was eigenlijk exact wat ik bedoelde. Dat level up icoon waar ik nog net over sprak, wat Julia had, heb ik dus nu ook gehad. Wat ziet het er fucking stijlvol uit, zeg. En dit is natuurlijk een challenge waar ik waarschijnlijk niet bovenaan sta. Nope. Ik heb 50 seconden. Maar het is een windvlaagje challenge. Ik vind het leuk om te boarden, dus ik ga daarheen. Hier staat Julia bovenaan. 6600. Het is leuk om te doen. We gaan erheen. This is a free ride event that's gonna take you through a village. But if you want to come out on top, you're gonna need to take some risks. Dodge obstacles, go for the big cliff jump,
ride the crest line, and pull off as many tricks as you can. Ready? Let's go for it. Wat ziet het er mooi uit. Ik zeg het nog tegen Julia. Jezus. Zo stijlvol. Go. New point of interest terwijl ik glitchte over een dakje. Nice. Yeah, baby! Bam! Eindelijk! Mijn run is gelukt. Keep shredding like that and I guarantee people will be stepping up to shake your hand. I put together a film crew to shoot your exploits out here. These guys know how to shoot action sports and get the dream shots every rider wants. Let's take a look at their footage. Eens kijken, ride option. We gaan naar mountain view en dan kan je een ride highlighten. Dat is perfect, want deze zou ik graag willen highlighten natuurlijk. Great, right? You can check the footage anytime you want. Play around with the different camera angles and replay modes to jazz it up if you think it needs it. Wow, dit ziet er wel heel vet uit hoor. Hoppa, en dat was dan mijn 10k score in totaal. One last thing to show you. I marked it on your map. Go ahead and make your way over there. He marked it on our map. Okay, dit is het laatste wat we doen deze beta, jongens. Tenminste in mijn aflevering. Out here, it's not just other riders' challenges waiting for you. The mountains are loaded with uncharted lines ripe for shredding, so use the drop zones to discover. I spotted one earlier that looks perfect. Let's check it out. See that right there? There are hidden gems just like that one, all over the mountains. Explore a little and you'll find them. And when you do, well, go crazy and have fun. Oh, I found a point of interest. You did exactly what I told you to and made that line your own. I think it's too good not to share, so I say we make the other riders out here aware of your feat and set up a challenge for them. Wat voor challenge zullen we maken? Remember, this is your journey.
You can do it any way you want, but no matter what, it's always about driving that rep forward. So explore the world to discover new drop zones and open new lines. Take risks. Go for the stylish rides and aim for the big feats in the air and on the ground. Seek out challenges set by other riders. Look around for the mountain stories, too. There's so many of them. Do all of that, and I guarantee you'll find yourself in some epic spots here on the mountains. I had the crew scout the region and set up some more base camps. They've already spotted a ton of lines ripe for building your rep, so get out there and start working on it. Shit, man. Dit is dan steep. Ik heb net echt heel lang geploeterd, hoor, met één challenge. Ik heb daar echt veel tijd in gestopt. En uiteindelijk krijgen we dan die 10k run. Want het moet echt een perfecte run zijn voor die 10k. Maar nou staan we dan hier. Point of interest vrijgespeeld. Oftewel, je kan zelfs plekken discoveren in de game. Ja, ik vind het gewoon echt heel uitgebreid. Voordat ik mijn... video echt afsluiten en de outro laat inkomen. Zal ik nog eventjes iets laten zien waar ik net achter ben gekomen. Is dat je nu op start kan klikken na de tutorial, zeg maar. Ik ben level 2 en 3 kwart. Linksbovenin zie je mijn profile, then and then. En je ziet de totale games en inhoud. Ik denk niet dat dit closed beta inhoud is. Want als er echt 111 challenges in zitten, 129 points of interest... En 110 drop zones. Als dat echt in de close beta zit, dat zou belachelijk zijn. Volgens mij is dit gewoon het overzicht van de full game. Maar dat maakt niet uit. Voor de rest zie je hier nog progressie staan. En je ziet hier progressie staan. De hoeveelheid challenges. Maar wat vooral interessant is, is hieronder staat je profile. Maar je kan ook switchen naar social. Nieuws over de game. En uiteindelijk, mijn vraag is beantwoord. Ik kan naar riders. Ik kan mezelf helemaal aanpassen. Dat betekent, ik heb een nieuw snowboard vrijgespeeld. En check hoe fucking cool. Ik heb op het moment 4500 geld en ik kan uit allemaal boards kiezen. Ik kan mezelf helemaal customizen. Blauw met zwart board. Met die lettertjes erop. Ja, ik denk dat ik daarvoor ga. Wat tof, dit zit er ook allemaal in. Wingsuit costumes. Zodat je gewoon als een draakie eruit kan zien. Oh, helicopter tickets. Kan je gewoon vrij spelen. Unlimited tickets unlocked at level 25. Kan je telkens gewoon worden opgehaald door een helikopter blijkbaar. Nou ja, wat duidelijk eigenlijk. Wat zijn dit voor tools allemaal? Flares. Wat? Kan je dit ook allemaal doen? Is die game echt zo uitgebreid? Zie je, GoPro's zitten erin. Die game is echt heel erg uitgebreid. Ik vind dit wel echt een hele uitgebreide... coole snowboard game, want inmiddels zie ik er zo uit. En dat was een level 2 online man, daar is een level 3 online man. De game is zeg maar begonnen voor mij. Welcome to Steep. Ja, ik vind het wel cool dat ik toch nog even mijn character heb aangepast. Zo net in het einde van mijn video zeg maar. Dus hartstikke bedankt voor het kijken in ieder geval. Het liken, de support, check hoe fucking awesome die game eruit ziet. En ja, tot de volgende episode. Mocht ik nog een aflevering maken van Steep... dan zien we dat vanzelf wel verschijnen. Maar voor nu, thanks voor de support en tot de volgende video's. Later.